Yo, vergeet geen healthkit niet. Vergeet niet je healthkit. Vergeet niet je healthkit. Je schiet op mij, jongen. Pinkie Pinkie is dood, Pinkie Pinkie is dood. Ja, dan kijk eens mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag is het een beetje een bijzondere video, want het is mijn allereerste video van Manticore League natuurlijk. De nieuwe game mode van David, die hij inderdaad geluisterd had laatst. En ik heb mijn team gemaakt daar, dat is Team Tixa. We hebben al 3 potjes gespeeld, 3 keer gewonnen. Ik heb 2 keer niet opgenomen. En ja, dit potje hebben we wel opgenomen. Het wordt een ander soort potje, want jullie hebben allemaal de Steven David gezien. De potjes allemaal half uurtjes tot 3 kwartier duren. Dit potje was nogal snel en jullie gaan erachter komen waarom. Dus zeker een duimpje omhoog achter als je dit vaker wilt zien natuurlijk. En ja, geniet van de game. Oké. Dylan, pak maar het cold setje. Oh, ja. Een hele geitje natuurlijk. Goed, ik ga even mijn toetsenbord erin doen, dan, dat is altijd. Ik nu een geitje, daarna pak Vader nog een geitje. Daarna pak ik mijn geitje. Call Twen een geitje. En PvP nog een geitje. Jongens. Oh. Oké, dus even kijken. Iedereen dat het duidelijk is. Kijk wat ik in mijn hand heb. Dit is de medkit. 1 rechte muisknop en je neemt hem in. Okay. Je geeft veel HP, dus altijd als je in de lucht zit of als je beschoten wordt of iets. En die kan je 1 keer gebruiken? Nee, meerdere keren. Je ziet aan de durability. Waar kan je die gebruiken? 3 keer of zo. Je ziet aan de durability. Goed. Dan wil ik dat iedereen een M19 pakt met 1 setje ammo, dat is de pistol. M19, 11. Ja. Geef iedereen 1 pistol daarvan? Pak een vijand, dat iedereen mee heeft. Ja. Oké, reloaden. Leg de muis op schieten, niet schieten meer. Ja, niet schieten. Hoe reload? Ik heb reload, leg de muis op. Oké, luister. Iedereen even in de linker kist, pak even iedereen 2 helpers voor zichzelf. 2? 2. Calvin, jij ook. Andere chest. Dus R is reload. Ja. Ja, dat weet ik wel. En, oké. 2 helpjes. Dan pak dan maar gewoon 2 helmpjes. Oké. En terug pak C4 met remote. Wat is die? Ik pak ook die andere bom, is goed. Nee, pak je niet. Enver! Enver, je pakt ook de sniper. Dat, is dat een sniper, Enver? Ja. 21. En ook alle ammo, want we hebben er maar 1. Dan wil ik dat... Dylan een MP5 pakt, met die het langs staat. Ja, dan pak ik die ook even, dan wil ik dat... Wie is dat? Valinor, jij pakt een M16 met die 2 setjes. Ja, een PvP-log, jij pakt een G36. Oké, okay. Anna ook. Calvin. Oké. Okay. En voor hier komen. Je, loopt, je mag niet uit de spawn, en wat doe je? Oh. Tijd dan. Oké, okay. Hij pakt de M14. Met die 2 setjes. En dat is echt naam. Even kijken. Dan wil ik dat... Dylan, jij pakt de W12. Oké, okay, ja. Dan ga ik even een graneet geven. En waar dan een graneet geven, rechtermuis op de schooier. Dat is het Enver, ik wil dat jij die C4 gebruikt. Zeg maar, je ziet iemand die rust of hij zit vast. Je gooit 1 C4 en je laat hem ontploffen, oké? Okay? Ja. Okay. Dat is goed. Dylan, jij mag nog wel een keer de tactiek beschikken die we daar gaan doen. Alright, boys. Ik zal hem geven. Ja, luister boys, zo meteen gaan we, normaal gaan mensen altijd campen, een half uur lang gaan ze een beetje lopen bitchen, dat je, we gaan campen als een motherfucker. Wij gaan, zodra Delvin zegt go, pompen wij hem gewoon direct naar rechtsachter van hun. En we gaan gewoon meteen gewoon killen. Gewoon direct, vanaf de, straight out of the gate gewoon. We gaan bab, meteen los. Stappen we dan? Ja, luister goed naar de calls van namen die we schieten. Ja, roep op iemand die je ziet, die dichtbij staat, roepen wie je wilt killen. Ja, we gaan proberen het potje binnen 5 minuten te eindigen. Ja. Okay. Ja, het is een risky tactic. Mensen hebben het nog niet geprobeerd. Het is nu practice. We gaan het gewoon proberen. En we gaan gewoon los. Gaat lukken. En het is echt een verrassingselement, hoop ik. Oké, okay, dan heb ik nog een vraag. Maakt het zeg maar nog veel verschoeid met wat je gebruikt? M19 bijvoorbeeld. M19, pak gewoon je... Van lang beste wapen. Ja, pak gewoon je sterkste, echt je machine gun gewoon hebben. Is goed. Ja, dan heb je voor jou is dat de shotgun natuurlijk. En niet gaan snijpen. Ja, en dat is de shotgun die ik in mijn hand heb. Ja, je hebt de shotgun. Als wij daar rechts rushen... Wil jij een beetje op links dat we aan komen, als ze komen gooi je daar een C4 bam ontploffen. Je houdt ze weg voor ons een beetje, oké? Okay? Ja, is goed. Maar je rust wel mee. Ja. Jij mag ook nog één naast hier op Delphi?
Dan zijn we ready, dus we gaan laatste rennen. Alright. Ja, we gaan gewoon volle bak, hè. Gewoon boeshoep. Prap. Duidelijk, boys? We gaan via rechts. Je kan ook op elkaar schieten. Ja, dan moet je mee oppassen. Rechts is schieten, links is richten. En mijn geef doet niet van close combat. Nee. Maar van afstand al, nee. Ja, van afstand zou ik het af. Maar we gaan... Drie. Oké, boys, we gaan meteen vol boeshoep, hè. Go. Go, go, go. Hey, Lamau. Rennen, 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 rennen. Ik schoot, hè. Blijf gaan, blijf gaan. Yolo, yolo, yolo. Ga. Kom. Ik ga wel voorop weer, ik ben scheid. Woesjoem. Waar zitten ze? Allemaal links, allemaal links. Allemaal links? Ja. Allemaal links, gooi die granaat erop. We gaan het gewoon doen, scheid. En hier is eentje. Waar? Verkeer, pak hem, breek hem. Pompen vol. Oké, hij is achter. Ja, hij is dood. Oké, terug. Blitzkrieg, terug. Ja, hier dan, die doet daar. Ultimate dingen. Biggie. Oh. Boys. Die Biggie. Nog eentje dood. Ga hier nog een pakje. Lekker kan weer niet. Hoppa, pak die Biggie. Pak die Big. Piggy Wiggy. Pak Piggy Wiggy nog steeds. Pas op, hij gaat grenades. Joh, vergeet je health kit niet. Vergeet niet je health kit. Je schiet op mij, jongen. Ja, mensen zijn op. Piggy is dood. Piggy is dood. Boven ons. Oké. Okay. Hey, pas op voor mij. Ik heb een kneet op ons gegooid. Oké, kom eraan, Mees. Niet te trappen. Niet te trappen, nodig. Hé, Mees, je pompt mij. Pas op. Hoeveel hebben ze nog? Alright. Ik heb 4 armor opgepakt, mag je aan of niet? Ja, armor mag je gebruiken, nooit gear. Nee, gear niet. Armor niet aantrekken, dat is een kick. Alright. Hoeveel hebben ze nog? 2, hè? Ja, jongens, ik wil dat we niet trap gaan. Oké. Wil je wel je kogels te pakken? Drop die armor die je hebt, pak gewoon dat je altijd kogels hebt, gewoon. Oké, ik heb een M16 erbij, dat is wel nice. Oké, Dylan, heb je nog een kogels voor de M16? Ja, 30. Heb je nog M5 kogels voor mij dan? 1 M16? Waar ben je, Mees? Goeie. Hier. Heeft een sniper opgepakt? 2 setjes. Oké, wacht, pas maar 1 setje. Heeft een sniper opgepakt? Ik had sniper, maar ik was dood. Ik heb nog genoeg. M14, dat is fijn. Score. Oké, boys. Iedereen stil. Oké, hun zijn opgepakt. Kunnen jullie niet schieten op special kogels? Het is mooi dat ik heb gedaan. We staan echt voor 2 kills voor nu. Nee, 3 toch? 3 al. M is dood. Maar het maakt niet uit, want M was een sniper met slechte spullen, dus... Dit is tegen 5 nog. Hey, pas op, boys. Oké, ze er nog naar bovenop zitten, ze met z'n allen. Ja. Oké. Hey, ik heb dus je C4 van Enver opgepakt. Goed zo. Ik zeg zeker niet op het gepakt. Mag ik eentje? Ja, gooi ik een neet, Bees. We pompen die C4 er overheen. M21 MO? Ja, die heb ik heel veel. Ik heb die gun wel. Maar ik geef jou die gun. Dat is een sniper, toch of niet? Ja. Pas bij die sniper maar. Geef mij maar die sniper, is cool. Geef jou de M16. Dylan, je hebt C4, kan je die niet gewoon van... Pas op, waar is die sniper gebleven? Waar is die sniper gebleven? Je hebt die sniper heb ik niet meer. Hoeveel sniper heen? 2 had je ongeveer. Oké, luister, we gaan die C4 erop pompen, Mees. Ja, wil jij dat doen? Ja, ik gooi die C4 erop, over die muur heen. Haalt dat? Ja, dat haalt het. Oké, jongens, wij gaan bij de trap staan, kom. Oké. Haalt het niet. Zonde. En als je een heel klein stukje de trap oploopt, dan is het gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Oké, luister. Wat we gaan doen, is we gaan ze gewoon halen daar, maar niet uit. We gaan ze toch niet eraf helemaal af kunnen pompen daar. We gaan friendly fire schieten. Ja? YOLO, woeshoem. Pas op voor onszelf. Hier, neem die pot. Kom hier. Neem je pot, boys. Gaan. Oké, pas op. Mijn list staat gevallen, mijn list staat beneden. Ik ga met je mee, Mees. Ze is hier, Mees. Ze was hier, ze is geshipped. Breker. De laatste is Melissa. Die is dood. Die valt dood. Nog niet, ze is nog de 7. Oh nee, ze is dood. Nice! Nee, wij hebben geen COVID, zag je de vliegen? GG, boys! Ratatatatata! Was dat 5 minuten of niet? Ja, ik denk het wel. Hier, Mees. Maar die pikkel, ik heb al die bommen op mij, jongen. Godverdomme, jongen. Lekker, boys! Ik heb een snel potje, gauw 6. Oh my god. Dylan, wat hebben jullie tegen mij met vorige en als eerst doden? Heb je serieus?
En jullie stoel voor de game. Je zei, hé, we gaan je pakken, zei je. Hé, dan ga je het krijgen ook, vriend. Alright, dit was dus het potje. Het was een lekker kort potje. We hebben ze gewoon ingemaakt. Lekker gerust. We gingen de volle bak op af. Nog steeds respect voor Team Ice. Goed gedaan hoor, goed gedaan. Zeker weten, zeker weten. Maar we hebben gewonnen. En het zag gewoon hartstikke goed uit. We waren clean, we waren snel. Het ging gewoon perfect, bijna. Helaas 1 dode. En ja, het ging gewoon goed. Dus ik ben er heel erg blij mee natuurlijk. Shout-out aan mijn boys van Tixa. Dat zijn allemaal boys die ook trouwens nog nooit gespeeld hadden. Dus Enver was nieuw. Valenor die was nieuw. PvP-log was voor de eerste keer bij. Nou, Mace heeft gespeeld. Mace is onze captain eigenlijk. Hij maakt shots normaal gesproken. Dit keer deed ik het. Maar normaal gesproken doet Mace dat. Omdat dit mijn tactiek ding was wat ik graag wil doen. En ja, dus, en ook natuurlijk degene. Ik weet niet wie er nog meer bij was. Maar het was in ieder geval hartstikke goed gedaan. Love you. Duimpje omhoog, boys. En peace.